word nu al misselijk als ik die loop zie. Nou, zo. Er zit gewoon friet in de omelet. Nou, cheers. Daar gaan we. We gaan landen. Oeh. Ik heb een cocktail, jongens. Dan zeg je het tegen. Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en ik heb haast, want ik moet naar een event en ik ben weer veel te laat. Oh, ik heb ook echt traanogen. Ik ben natuurlijk nu bij mijn ouders hier in Amsterdam. Dat ben ik niet gewend, normaal moet ik 10 minuutjes op de scooter en ik ben er. Dus ik ga even snel haasten. Oh mijn god, er zit hier gewoon zieke tapas aan mijn kat. Nou, ik heb net het event gehad. Het was echt heel gezellig. Het was met Merel en Cecile leuk. En ik heb net even een broodje gehaald. Dus die ga ik even met jullie gezellig opeten. En dan gaan we weer naar huis. Voilà cake. Daar kan je echt voor super cheap eigenlijk van een lekkere broodje halen. En het was eigenlijk net niet echt een event. Het was meer een pop-up store van Lookfantastic. En er waren wat hapjes en zo. Wat ontbijtdingetjes. Maar was wel even leuk. Ik heb net een lekker broodje geelworst gehaald. Jam. En een pistoletje. Er stond dat het pittige kipgeelworst was. Dus ik ben benieuwd. Mmm. Ja, lekker. Mmm. Echt pittig. Dit broodje. Zo, echt pittig. Holy. Het broodje was 3,50. Nou, ik vind het echt niet voor Amsterdam. Een broodje halen duur. Dat vind ik echt meevallen. Het is echt niet karig beleg, zeg maar. Lekker warm. Warm gemaakt. Had ik echt even nodig. Want het is nu alweer 11:45. Ja. Het zou lekker zijn, lekker met een dikke klodder mayo. Maar ja, weet je, het is maandag. Ik moet even een beetje gezond gaan doen. Een bak mayo erop, dat gaat het zeker niet beter maken. Wel lekker. Ja, een hele grote goodie bag gekregen. Heel zwaar. Met allemaal leuke dingetjes. Ik zal het thuis zelf een beetje uitpakken. Ja, leuk. Ik ga thuis weer even lekker werken. Vanavond om 6 uur ga ik sporten. En daarna gaan we sushi met Ben filmen, Bo en ik. Even kijken. Ja, ik ga er nu vandoor. Broodje bijna op. Ik had echt niet verwacht, want het ziet er echt niet spicy uit. Dat die worst zo pittig zou zijn. Echt heel pittig. Stel je er nog spicy mayo op of zo? Nou, yum yum yum. Nu heb ik zin in een lekker koffietje of zo. Ga ik niet langs de Starbucks? Volgens mij wel. Maar nee. Het is aan de andere kant. Het is nou net heel jammer. Ja, die is aan de andere kant van de snelweg. Ik ben echt blij dat ik er een keer even niet een weekend helemaal tot het naadje ben, of tot het gaatje ben gegaan. Dat ik me nu gewoon goed voel. Normaal voel ik me altijd zo kut op maandag en dinsdag. Er moet echt verandering komen. Ik zei het in de vorige video, maar ik zit de laatste tijd niet helemaal lekker erin. Een beetje in een dipje. Dat komt ook echt omdat ik veel te veel heb gefeest. Veel te veel slaaptekort. Alleen maar brak. Dat is gewoon echt niet leuk meer. Ja. Nou, new you. Alright guys. Ik heb echt super leuk nieuws. Ik mag mezelf namelijk vanaf nu My Protein Athlete noemen. Ik sport natuurlijk bijna elke dag zoals jullie weten. En ik krijg heel veel vragen over het afvallen. Ik maak de laatste tijd ook wat meer informatieve video's van met Coco, die sportdiëtist is, over bepaalde voeding. En ik ben nu dus partners met My Protein. Dus ik heb net even lekker wat dingetjes binnengekregen. Wat ik uit ga proberen. Ik heb hier wat crisps. Die zijn 100 calorieën per zakje. Dus gewoon chill. Lekker tussendoor snackje. Heb ik 2 soorten My Whey Isolate. 22 gram proteïne, 92 calorieën per serving en low in fat.
Dus dat is gewoon heel erg chill. Wat shakebekers. Dan heb ik allemaal proteïnebars en repen gekocht. Want dat vind ik echt super chillen tussendoor snacks. Wat gewoon lekker hoog in proteïne is. En ja, het is gewoon makkelijk mee te nemen. Stilt een beetje de honger. Dan heb ik deze. Hier wil ik mijn apple crumble mee gaan maken. Lijkt me echt top. En dan heb ik ook hun Way Clear. En de smaak peach tea. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dus dat. Ik ga meteen even één taste testen. Want daar heb ik zin in. Ik heb zin in een snack. Ik heb deze nu. De chocolate peanut pretzel. Nou, klinkt echt verrukkelijk. Ik ben heel erg benieuwd. Het ziet er zo uit. Nou, ik ga een hapje nemen. Nice. Ik vind dit gewoon zo top. Maar dit stilde het echt mijn honger. Het is echt helemaal verschillende laagjes. Ja. Goed gekeurd. Very good, very nice. Ik heb even lekker een middagje gewerkt. En ik ga nu naar Bo. Ik ga haar ophalen. Dan gaan we lekker sporten. Lekker leg day. Joehoe. Goedemorgen allemaal. Ik heb mezelf even klaargemaakt. Ik heb even weer wimpers opgeplakt. Want dat was erg nodig. Dat was echt lang geleden. Dus ik voel mezelf weer helemaal. Ik ga vandaag naar de Efteling. Hoe gezellig. Met Isabel en Bo. Gaan we naar de Efteling. Dat heb ik nog voor mijn verjaardag gekregen. Dus helemaal leuk. Oh, ik heb de deur open. Dat is de schoonmaker. Oké, ik heb dus mijn nieuwe protein shake van MyProtein. De chocolate brownie. Chocolate brownie. Ja, chocolate brownie. Met magere melk en een beetje water. Dat doe ik altijd. Een beetje 50-50. Deze thuis. Thuis. Oh, ja, ik heb iets te veel water gedaan. Ja? Hij is te waterig. Ja, maar de smaak zelf is wel lekker. Ik moet dat ik het overheen gooien, te veel. Nee, ja, ik vind hem veel te waterig. Kut. Nee, het is perfect. Ja? Het is fucking lekker. Nee, je moet niet meer met meer melk. Dit is perfect. Ja. Je moet er niet denken als een soort van dikke. Je moet er gewoon dun denken als een soort van... Dit is fucking lekker. Ja, het is, maar dit, ik snap niet. Zeg maar, heel veel mensen vinden een proteïne shake niet lekker. Maar ik vind het zo fucking. Het is gewoon letterlijk een milkshake en al gezond. Hoe kan dat? Ik vind het dus lekkerder met een beetje water. Want dan, dan wordt het heel misselijk maken. Hier zit je er maar heel goed van. En nu. Maar ik doe altijd gewoon een beetje melk, een beetje water. En dan proteïne scoop. Ja. Ja, dan is het perfect. Het is gewoon een soort koude chocomel. Maar dan gezond. En dan heb jij gewoon een koude eiwitten. Die zit dus het hek open. En dan nu gaat het allemaal dicht. Omdat ze dus niet eruit gaat. Het is echt. Ik heb het wel ook niet gezien. Nee. Poesje. Oh, is ook een TikTok maken met alles wat we vergeten. Nee, ik ga wel een beetje normaal doen. Maar ja. Maar wel gewoon lekker dingetje uitproberen. Tuurlijk, gewoon lekker waar ik zin in heb. Maar wel niet dat ik me helemaal. Nee. Want dus we gaan gewoon lekker alles delen. Als we iets nemen, dan hebben we gewoon één ding en dan delen we het gewoon allemaal. Dan kun je gewoon lekker van alles een hapje nemen. Ja, maar dat doen wij sowieso altijd. Ja, gewoon. Je hebt er maar ook zoveel lekkere zoete dingen. Dus ik helemaal niet per se van het zoetige ben. Nou, ik ben dus echt niet zoet kou. Jij ook niet. Maar soms heb ik een craving naar zoet. Naar een brownie of zo. Of naar zo'n koekje van carrot cake. Ja, oh, zo. Zo maar lekker. Eerlijk, ik zat dus gisteren te denken van... Er moeten gewoon meer oplossingen zijn om echt heel lekker een snack te nemen. Ja. Bijvoorbeeld iets waar dat echt heel lekker is, maar dat het echt wel heel gezond is. Ja, ja dat moet. Nou, wie gaat het uit? Wij gaan een kookboekjaar maken. Ja. Ja! Heerlijk. Dat hoe echt leuk, naam. Een kookboek inderdaad met fucking lekkere maar echt lekkere, maar echt heel gezonde dingen. Nee, dat vind ik leuk. Onze, ja, vind ik leuk doorgaan. Ik heb je zo lang niet gezien. Hoe is dat? Oh.
Nee, mag niet. Mensen? Ja, goed zo. Oh, wacht, ik moet natuurlijk. Als er even... iemand uitgaat, ja. Jij heel graag. Ja, ik kan ook, maar. Jij? Ja, heel graag. Ja, jij hebt ook een kleren als het is niet te warm. Nee, te warm. Oh, schat, voor 21 graden. Ik dacht 15. 21 wordt het. Oh. Maar het is wel al bewolkt. Oh, ik heb helemaal lange mouwen aan. Ik denk, oh, maar het recept is gewoon fucking koude zomer. Ja. Ja. Nou, we gaan. Joe. Nou, we zijn lekker aangekomen in de Efteling. Zo leuk. We gaan nu iets in waar ik nog nooit in ben geweest. Ik herken het ook niet. Dus ik denk dat het lekker voor de kindjes is. Maar weet je, het is mooi man. Het stond 5 minuten wachtrij, dus... Nou jongens, dit is lekker. Kom maar in hoor. Huh? Dat kan niet. Ik heb een hapje genomen. Ja. Oh, nou. Nou, maar even jou nog. Dit is lekker. Nee. Ik vind het lekker, maar ik hou dit zo heel erg van. Karamel. Nou, die karamel proef ik niet eens. Maar één hapje van die suiker. Mmm. Die suiker erbij. Nou. Ja. Gewoon een soort churros. Ja. Nou, wij zijn helemaal aan het genieten hier joh, in die attractie. Zo fucking mooi vind ik het. Echt niet normaal. Nou, echt heel erg leuk. Ja, het is echt heel leuk. En het is echt een leuk park gewoon. Maar ik vroeg me nog af van, is het net zo leuk op deze leeftijd, maar het is echt net zo leuk. Ja. En hebben ze echt super lekker eten allemaal inderdaad. En echt wel echt leuke attracties. Ik vind het gewoon echt, ik vind het sowieso eng. Maar ik vind het ook echt voor mij enger dan ik verwacht had ofzo. Ja? Ik weet niet, elke keer als er is denk ik echt, ik wil eruit. Maar... Elke keer als ik er is denk ik, ik wil er niet meer uit. En die meiden, zijn, ik ben een beetje bang. Saas. Let's go, yo! Oh, Isabel, waar ben jij? Ben je bang nu? Ja. Ja? Nee. Wel een beetje, maar het scherpe randje is. Ja, op dit, ik weet nog precies, een paar jaar geleden ging ik Isabel. Nou, 10 jaar geleden. Toen zei jij hier, ik ga eruit. Toen wilden ze hier uit, zeg ze, jongens, stop, mevrouw, meneer, stop. We waren gewoon al hier, zeg maar, ze wilden gewoon niet meer. Maar het schuiprandje is eraf, maar ben je nog nooit in geweest? Omdat je nog in ben je hier nog nooit in geweest? Ik durf er nooit in. Ik durf hier nooit in, ik ging altijd naar wachten. Dit is een Python. Nou. So let's go, yo. Try before you die. Over de kooi op. Zit je naast iemand? Nee. Over de kooi! Het is eigenlijk toch best spannend. Kijk, hier zie je alles. Haar camera. Ja. Gaan we ook zo naar beneden nu? Nee, toch? Nee. Ja, maar ja. Oh, ik word nu al misselijk als ik die loop zie. Nou, Saar, hou even de camera goed in je hand. Kijk, ik heb het dingetje erom. Oh. Nee, dit vind ik helemaal niks. Oh nee, we gaan niet naar beneden. Oh, jawel. Ik zag hem ook. Kijk, we weten gewoon. Kijk, we zijn leuk. Ja, we hebben zitten gewoon. We weten gewoon in de kamer. Nou, we zijn weer even jongens in het raak. Zo, licht man. Jongens, 3 keer raden. Waar ben je? Oh. Ja, wat gaan we nemen? Goedenavond, mag ik een bestelling? Hi, goedenavond. Weet je het zo? Heel even kijken hoor, sorry. Make space is jullie misschien wel.
Ja, wil het niet voor één merk spicy alsjeblieft? Nee, maar boven we gaan niet iets nemen. Oh. We moeten nou even kijken zelf nemen. Oh ja, klopt. Want ik ben er helemaal gek van. Nee, ik wil denk gewoon een cheeseburger en kipnuggets. Oké. Eén cheeseburger graag en kipnuggets. Hoeveel stuks? Zes. Zes stuks. Met mosterdsaus. Met honing mosterdsaus. Ja, gewoon mosterdsaus. Nee, oh, de mosterdsaus, sorry. Ja. En cola zero. Nee. En een cola zero alsjeblieft. Medium. Medium graag. Ja. Dan kun je mijn special delen, maar ik moet even. Ja, oké. Okay. En dan wil ik, even denken hoor. Oh. Met deze. Ik neem wel gewoon die Mac Spicy dan. Ja. Ook met, en dan ook nog één kipnugget 6 alsjeblieft. Ja. Met frietsaus alsjeblieft. En voor mij graag een watertje alsjeblieft. En? Water. Blauw graag. Jij dat wel? En groot alsjeblieft. En dan is nog een Mac Spicy. Toch? En nee, dat iets anders dan. Nee, je hebt nog geen Mac Spicy nu. Wel? Nee, vraag maar. Hoezo? Jawel. Dat staat er bovenaan. Ik heb gewoon een eigen burger, jij ook. Maar alle eigen kipnuggets. Okay. Ik wil nog geen zeden. Ik wil nog geen frietje. Oh ja. En één frietje medium alsjeblieft, met frietsaus. Echt de hele dag door super veel gegeten op die Efteling. Maar we hebben niet één keer, we hebben niet ontbeten, we hebben niet echt gelunch. We hebben alleen maar een soort snackjes. En we gaan ook niet meer avond eten. Gedeeld, nee. Dus nu hebben we, moeten even gewoon even iets goeds eten bij McDonald's. En weet je, dus we hebben meer gewoon bijvoorbeeld een paar mini donuts. Ja. Zo'n aardappelsteak. En dan elke keer zeg maar gewoon alles gedeeld. Een hapje. Dus één kaas of hapje. En dan, ja, één, dan heb je zeg maar een hapje. Maar ja, echt. Nee. Dus we hebben even lekker een maaltijdje. Even een klein McDonald's mukbangetje. Kijk, wat hebben wij? Echt, wat hebben we weer? Kipnuggets, allebei. Kipnuggets. Een Mac Spicy. Ik denk dat dat een soort nieuw is. Kippik, het is wel kip hoor. Oh, die burger is een spa... Oh. Nee. Daar heb ik wel een hapje van. Friet. Kan nog gaan. Sauza. Ja, die moet daarin. En cheeseburger. Ja. Nee, man. Die andere heet zeker echt McChicken spicy. Nou, dus dit die is gewoon een McChicken. Nee. Die had best wel spicy voor. Zeg maar. Weet je nog, die hadden we met Bo toen in de auto met z'n drieën? Ja. Ik toen een Bo zei van, die vind ik wel echt heel spicy. Maar dat is echt dat de McChicken spicy, maar dit is de Mac spicy. Is echt mayo ook op. Dit is echt heel lekker. En kipnuggets. Het is gewoon echt een mosterd. Nee, moet je eens proeven. Het is honing mosterd saus. Met mosterd saus. Honing mosterd met mosterd. En dan moet je even proeven met je kipnuggets. Zo lekker. Ja. Lekker, hè? Nou. Nou. Niet normaal. Oh, ik had het zo nodig. Even goed. Gewoon een maaltijd. Zeg maar. Ik heb die saus. Ook nog. Het is ook altijd echt iets van. Het moet gewoon altijd iets van vier frietjes. Zo te gaan de tijd doen. Een klauw. Gewoon zeg maar dit. Ja. Hallo allemaal. Het is vandaag. Ik heb nog niet gevlogd vandaag. Woensdag, want het is al woensdag. En toen viel de camera uit. Ik heb net hard gelopen. Holy shit, 5 kilometer. Dat is echt heel warm. Wel echt heel lekker. Ja, het was echt geweldig. Ik heb me dus vandaag met Bo aangemeld voor High Rocks. High Rocks Amsterdam, dat is in oktober. En dan moet je dus hardlopen en fitnessopdrachten doen. Dus ik dacht meteen, we gaan er vandaag meteen voor. Ik heb nog even tijd om me voor te bereiden en... Zo, ik heb mijn vlek in mijn gezicht. En sporten.
Zo excited. Zo fucking leuk. Oh my god. En Stanny is er nu. Oh. Een hele goede morgen allemaal. Het is donderdagochtend en ik ga lekker sporten met Bo. Ik heb echt een soort pols verrekt of zo. Nou, het doet echt mega veel pijn. Oh. Stop. Ik ben een persoon dat 50 wekkers moet zetten, anders word je niet wakker. Het is echt ontzettend vervelend, maar vanochtend is het op zich best goed gegaan. Ik zou zeggen, naar een koffietje zitten, wat? Nou, zo. Of van die cups. Ik vind die cups dus gewoon altijd veel minder koffierig. Het geeft echt veel minder koffie. Ja. Een normaal koffiepraat. Maar ik heb thuis ook cups. Het is op zich prima. Maar het is gewoon wel net niet de vibe, vind ik. But that's me. Welke is dit dan? Hm. Nou, zo. Ik ga even een bakje zitten, weet je. Zo'n lekker bakje. Hoppa. Ik heb lekker gesport, gedoucht, weet ik het allemaal. En ik ga nu naar het pand van Anne en Nina. Daar ga ik lekker werken en lunchen. En daarna gaan Anne en ik naar Amsterdam. Want we gaan onze wenkbrauwen laten doen bij Arch Brows. Daar doe ik altijd mijn wenkbrauwen. En ik moet ook naar Amsterdam om mijn spullen te pakken. Dus dat is ook een goed idee. Zo'n leuke week! Oké, ik ga vanochtend op vakantie met de meiden naar Kreta. En ik heb net al mijn spullen ingepakt. Ik hoop dat ik het allemaal heb. Transavia heeft dus een nieuw beleid. Je mag alleen een grote koffer en een tas. Dus ik heb deze tas. Misschien is die te groot, misschien niet. Nou, we gaan het zien. En dan heb ik ook nog zeg maar mijn kleine tasje, maar die past ook nog daarin. Ik ga nu lekker sporten en dan ga ik naar Sophie gezellig. Ik heb altijd zoveel paniek en stress dat ik altijd alles vergeten ben. Maar we gaan het zien. Weet je, we gaan het gewoon zien. We gaan het er gewoon mee doen. En ik ben zo zenuwachtig. Ik heb zoveel zin hierin om lekker met de meiden op vakantie te gaan. Oh my god. Nou, de vakantie is al bijna begonnen. Maar gezellig. Girls. We zijn even aan het koken. Lekker pastaatje. Mm. En we hebben er... Oh, het is gelukt. Ja? Oh, ik wil het ook proeven. Heel lekker. Genoeg zout? Ja. Spek, aromat, al. Heel even. Kijk uit. Mmm. Goeie? Zo. Hij is lekker, man. Ja? Zo, dat kunnen we wel. Nee. Oh. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goeienacht. Goeie... Een slechte nacht. Gewoon 3 uur geslapen. Het is helemaal. Het is nu 4:15. En... Ik ga even door. Op ieder geval. Wordt opgehaald. Dus ik ga helemaal nergens heen. Echt. Dit vind ik zo kut aan de ochtendvluchten. Ik vind het zo kut. Maar er was een andere optie. Er was een andere optie, maar dat waren veel meer geld kwijt. Het is gewoon zo kut. Het is gewoon meteen een kutnacht. Dat je niet inhaalt. Slaap. Maar nu hebben we genoeg gereikt. We gaan er gewoon vandoor. Dit ziet er echt mooi uit. Nou, we zijn er. In ieder geval, we zijn er echt nog lang niet. We zijn bij Nina. Kijk even dit mokerding zo. Nee. Maar dat weegt onder de 20. Nou, weet je dat zeker? Nee. Ze heeft al bedacht dat er misschien wat uit moet. Nee, maar je kan compenseren van elkaar, hè? Ja, maar ga ik alleen op de heenweg? Want ik heb een keer op de terugweg gehad, toen kon dat niet. Ja, dan moet je betalen, grap. Ja. Wat is dit nou? Voor koffer. Sorry. Oh, dat was een scheet. Sorry. Ik schrik het niet meer. Wat is dit? Oh, dat is mijn koffer. Ah, oh, die vind ik echt heel schattig. Kijk hoe klein koffertje ik heb dan. Ja, ik snap ook niet hoe je dat doet. Dan dit. Ze heeft deze in het fel oranje. Dit is niet jouw koffer. Heeft ze een hond opgetekend zoals je vroeger een hond tekende? Oh, kijk, daar komt aan. Oh. Kijk, hier komt onze taxi. Hey. Oh. Deze hond dat ja. Aankomt rijden. Dat is normaal, joh. Hey. Hey. Jezus. Nou, dit is ongekend. Dit is echt mijn favoriete bus. Nou, we arrived at the airport. Woe. Ik ga nu naar de gate lopen. Ja, jullie hoeven niet raar gaan op te kijken als jullie mij opeens hebben. Ja, volgens mij niemand kijkt raar, we keken gewoon om omdat je stil was. Dat is gewoon, loop je naar de gate?
Puntje, puntje, puntje. Puntje, puntje, puntje. Wij wilden dus even lekker een mimosaatje halen. Nou, alles is gewoon geen champagne. Daar gaan we. We gaan landen. Oeh! Zo. Dit was trouwens echt de skeerste vlucht in mijn leven. We kregen een broodje. Wat bevroren was. Nou. Dat was erg raak. Het was echt een min 10 out of 10. Ja. Met een laagje tomaten, kruiden, boter. Ja. Maar het was gewoon. En kaas, maar het was gewoon knoerd hard. Nou, echt wel. Echt. Waarom is het zo mistig? Oh, het is zo mistig. Ja. Waarom is het zo mistig? Sahara. Ja, het is. Nou, we zitten erin. Nee, Saar, we moeten hun ophalen. We moeten nu leuk doen. Ja, maar ik vlog. Dat is toch leuk om te vloggen? Ja, ik dacht dat daar nog die muziek in Nee. Deed. Oh. Ik wacht nog even. Ja, ik ben nu hier dat ton op. We moeten daar ergens op die boom zijn. Zeg maar als je aan moet. Ja, ik zie ze. Waar dan? Oh, daar, onder die boom. Oké. Okay. Ja, maar wacht. Dit is niet leuk. Nee. Kut villa. Nee, ja, nu gaat het door. Aan. Half jaar vakantie. Hey. Nou, we zijn aangekomen op het appartement. Echt een moker appartement. Hier een slaapkamer. Dan hebben we hier een chillhok. Dan hebben we hier de keuken. Dan hebben we hier nog een slaapkamer en we hebben een mega rooftop terras, maar dat laat ik later even zien, want daar moeten we via de deur. Ik heb even mijn kortste topje aangetrokken die ik kon vinden. Oh, ik ben zo gelukkig, je ziet mij alleen niet. Maar ik heb echt een mokerbord met eten. Ik ben echt bang van. Ik ben echt bang van. Zo'n honger. We hebben net even berekend, we hebben 10 uur lang niks gegeten. Ja. Dat kan natuurlijk niet. Oh, mede de kip. Dat vind je echt? Nee. Ja. Ja. Heel fris. Hoi. Die afrol erbij is mogelijk. Nou, ik heb even lekker geslapen. Ik heb ons omgekleed en we zijn nu. Ja, we zitten echt zo top in het appartement. Want we zitten echt midden in het centrum gewoon. We zijn hier nu bij de haven en we gaan even lekker ergens eten. We hebben een reiki on the house. Wat is het? Reiki! Nee, en dit is zo vies. Dit is niet normaal. Ik ga dit niet doen. Gaan we dit doen? Jawel! Sophie, je hebt nog maar 1 milliliter. Maar mag ik even een keer tijd om... Ja, wij wachten wel. Nee, wel neus open. Neus open! Maar hoe kunnen hun dit drinken alsof dit gewoon alsof lekker is? Nou, ik vond het echt meevallen op deze manier. Nee, op deze manier. Met je neus dicht. Ja, nou, dat is toch top? Ja, maar doe je goed. Ga ik ook doen. Denk je dat ik dit zo mag doen? Nee, ik denk niet meer mee. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag een nieuwe dag. En we hebben ons lekker even klaargemaakt. En we gaan nu even ontbijten. En dan gaan we lekker naar het strand. Er zit gewoon friet in de omelet. Nou, cheers. Nou, wij hebben ons even klaargemaakt. We zitten echt in zo'n cute straatje. Kijk hoe leuk het is. Mijn allerknapste schatje. En kijk hoe leuk dit straatje is. Echt een vibe. En we hebben echt een super lekker rozeetje. Eerlijk? Hij is echt heel lekker, heel droog. Ja. Je ruikt hem ook vooral. Maar zit het erin? Heb je dat gezien? Zit het erin? Nee, ik ga gewoon wat is de lichtste en droogste. Ik kreeg het eens. Maar we hebben opgezocht wat het gebruik is. Oh. Het is gebruik. Ja. Maar toen ik gisteren langs de boulevard, ik had niet verwacht dat dit er was. Nee, ik ook. Echt. Je moet die straks zijn eigenlijk wel leuk. Ja, veel maar leuker. Maar dit zag ik wel allemaal op de TikTok. Ja. Dit was allemaal online. Hij is ook echt lacho. Wat is het? Oh mijn god, gaan we nemen jongens. Ja, dat is wat leuk. Hier. Oh, het ruikt naar limoen en daar ook. Oh. Dat is zo. We kregen dit on the house. Cheers. Oh, wafel. Ik vind niks voor hier eigenlijk. En toen aan taco. Ja, maar dan ook met granaal. Maar dan veel geiler. Oh my god.
Ik denk dat niet veel mensen het bestellen, omdat ze niet weten. Wow. Nee, maar het idee. Maar het idee dat ze nieuwe mensen. Ja. Ja, dus dat is ook wel. Zullen we daarmee lukken? Ja. Oh, die lijm. Wij zitten hier weer te eten, dat slaat helemaal nergens op. Lekker. Knapper. Kijk dan, jongens. Salad. We hebben hier echt lekker vlees, lekker feta, pasta. Wauw. Bo, maak ook maar gewoon spontane nu. Hij zei ook echt lunchjes, wat is het? Oh mijn god, gaan we nemen jongens. Ja, dat zijn wat lekker. Hier. Oh, het ruikt naar limoen en daar ook. We kregen dit on the house. Cheers. Oh, mijn god. Mmm. Mm. Ik vind niks voor hier. Een tuna taco. Ja, maar dan ook met granaal. Maar dan veel geiler. Oh my god. Heel lekker. Ik denk dat niet veel mensen het bestellen, omdat ze het niet weten. Oh. Als ze het zoeken, dan moet je het niet meer. Wij zitten hier weer te eten, dat slaat helemaal nergens op. Lekker. Knapper. Kijk dan, jongens. We hebben hier echt lekker vlees, lekker feta, pasta. Wauw. Wow. Bo, maak ook maar gewoon spontane nu. Twee uur thuis aan. Goedemorgen! Ja. We gaan nu naar Beach Club. Nou, ik heb gewoon niet gevlogd vandaag, maar we hebben ook echt niks uitgevoerd. We hebben alleen maar hier op die bedjes hier gelegen bij Bora Bora. Lekker op het strand. En ik heb TikTok geëdit. Nou, niet normaal. We gaan nu weer lekker naar huis. Meiden, we hebben hier gelegen, geluncht voor 71. Zo! Ja, maar we hadden niet echt een spectaculaire horloge. Nee, maar toen was het wel mooi. Ja, 71 euro, nou hots. Nou, we zijn helemaal lekker klaargemaakt. We gaan nu sushi eten. Heel ziek. Kijk hoe knap. Oh, wacht, je ziet niks. Je bent helemaal wazig. Ja, knappe girl. Ik heb dit jurkje aan. Dat is zoveel. Het is echt heel leuk, dit. Dat is ook muziek gebruikt op die tent. Ja. Ja. Het is echt een soort club vibe. Heel gezellig. Knappies. Okay, shall we, nee, ik moet nog even een BH aantrekken. Oh. Een BH aantrekken. Oh my god. Oh. Spoelt gewoon. Zoveel lekker eten. Normaal. Ik kan het gewoon niet aan. Zo goed. Ik ga even sushi nemen. Wil je mij misschien wat aanbieden? Ja. Zo'n garnaal. Die? Ja. En dan heb ik het ook.
zomers. Ik neem de spicy tuna. Ja, hebben ze allemaal op? Ja. Hebben ze allemaal op? Nee. Doe maar één. Ik heb ook alle drie op. Nee. Nee, ja. Dus maar nee. Oh nee. Mm. Jij zegt nog, we zouden langs mee gaan. Heel lekker. Oh, maar die zalm is lekker en ik was bang dat jij deze niet lust, want er zit roomkaas in. Zalm is echt lekker. Ja, er zit roomkaas in, hè, die zalm. Ja, fucking lekker. Hoeft ook niet meer. Nee. Zo'n zacht en malse hapje. Zo goed. Die zalm? Prikt het, maar. Ik heb een rondje in mijn tandvlees in de middel. Oh ja, dat was van toen je wegging dat je iets had geprikt. Ja, dat is dat veel te snel naar tanden. Oh god. Ik neem hier één hapje van, ik heb niet een hele bil. Ik wil zo'n balletje. Dus er zit in dit balletje. En nou? Lekker? Lekker. Ik wil die maar nou nog wel proberen. Dit is de Aziatische bitterballetje. Ja. Lekkerder dan een Nederlandse. Ja. Zo. Mijn vorm en ook wel een hapje van, dan kunnen jullie ook. Ja, dit is echt lekker. Ja, maar een bitterbal. Het leven. Nou. Hoe zijn die zakjes? Lekker. Zo'n doempje aan. Maar ik had verwacht dat het gewoon meer voorgerechten waren. Ja, ook. Niet allemaal frituur, maar. Ik laat het niet. Ik dacht ook, ik stond ook toen net het taakje. Ja. Oh, echt? Nou, jongens, ik weet niet waarom dit niet scherp stelt. Maar, oké. Hallo? Saartje is echt heel ziek en ze is echt heel zielig. Maar ik moet jullie even deze lucht laten zien. Dat is niet normaal. Dat is niet normaal. Ja, dit ding heeft echt issues. Of het ligt aan mij. Maar in ieder geval, kusjes van mij, want het kan even niet namens Sarah. Kusje. Nou jongens, ik leef weer. Ja, inmiddels zaterdag alweer. Ik heb echt zieke voedselvergiftiging gekregen. Dus ik lag echt een avond en een dag helemaal plat op bed. Maar het is nu, ja, het begon dan dus donderdagavond. Ja. Ja. Donderdagavond ik eten, toen kreeg ik zwaar bij krampen. Toen kreeg ik krampen, ben ik naar huis gegaan. Nou, diarree, kotsen, helemaal alles. Toen die nacht gewoon geen nacht gemaakt, alleen maar gekotst en kut gevoeld. En toen gisteren overdag ging het wel en gisteravond ging het alweer helemaal. En toen ben ik lekker gaan slapen. En toen was het weer, vanochtend weer helemaal goed. Showtime. Showtime. Tijd in te halen, zwaar. Ja, echt. Dus we gaan nu gezellig vandaag naar een beachclub, wat we eigenlijk gisteren wilden doen. Ik hoop zo dat er geen zeiken met die auto. Ja. Oh ja. Echt. Ja? Maar zeiden die mensen daar wat over? Nee, we zijn gisteren, Anne, ik zou er ook gewoon de woorden hebben vergeten. Ah, oh, nee. Gaan we vandaag even. Maakt niet uit. Maar goed, we zijn er weer. Ja, feest. Ja. Hey, het is lang geleden, ja. Maar ik ben er weer. Zijn we weer hoor. We hebben ons lekker klaargemaakt. We hebben nog op de beachclub gechilled, niet gefilmd, want ik ben een kutwijf. Nah. Nee. Nee, alle gekkigheid op een stokkie. We hebben ons echt zo zonde. Ja. Het was fucking dik. Ja, we hadden echt een koude dikke beachclub. Gewoon niet gefilmd. Bij een beachclub, zoek maar op. Maar we hebben ons even weer lekker in de olie gelegd. En we gaan nu uit. Ja. Je zult het niet verwachten van mij, maar toch sta ik er. Ze staat er gewoon weer, mensen. Ik ben heel benieuwd hoe de avond. Weten we waar we überhaupt heen moeten? Ja, maar misschien willen we ons dan nog even één keer in de olie zetten. Ja, nog een keer. Waar? Nog een keer in de olie. We gaan er gewoon nog. Ja, ik ga niet aan de shots. Nee, we gaan niet aan de shots. Ik dacht weer een vodkaatje, Red Bull, Bacardi Cola. You know? Yeah, it's like everything you want, you know? Like for girls and like men, you like both vliegen. Weet je dat je zo van achter voor in de mij? Ja, nou, zo voelde ik mij. Ja. Nou, zo voelde ik me echt. Links! 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 Nou, hoi hoi. Heide! Wow, die zout is niet. Hey, oké! Okay.
Ciao tutti! Buongiorno! Het is vandaag een hele mooie zondag. Het duurde heel even, maar we leven weer. Ja. Dit is jullie queen. Ik heb net Sofie de tenen gelakt, mooi. Ja. Ja, gisteren was echt een hele innoverende avond voor ons. Ja. Veel geleerd. Ja. Veel wijzer geworden. Veel gelachen, veel gehaald. Jalla jalla. Jalla jalla. Ja, het was weer een echt spetterend einde. We waren allemaal zo gelukkig in bed gegaan. En toen daarna, ja, toen vanochtend weer wakker, een klein beetje katerig, weet je. Toen kwam de man met de hamer. Ja. Kwam de man met de hamer. Maar daar hebben we een dak eraf. Mag ik nog één ding zeggen? Wij werden wakker en er geen 10 minuten later. Jij ook stond bij het koffie te halen. Dat vond ik echt heel apart. Dat is echt geen 10 minuten later. Dat duurde zo lang. Nou, dat dan was er weer iemand te slippen kwijt. Ja. Wat? Ik merk dat ik echt uit bed moest, want anders kom ik er nooit meer uit. Nee, dat heb ik dus ook. Je kan beter gewoon gaan. Ja, maar we gaan straks even lekker voetbal kijken. Nederland-Polen, toch? Polen, ja, toch? Ja. Nederland-Polen? Ja, nee, dat is echt. Ja, Nederland-Polen, langs de boulevard. Aprolletje erbij en dan gaan we een sunset. Vuur met vuur. Hé, hey, is hij eigenlijk wel aan het op? Is hij eigenlijk wel aan het filmen? Staat er later, hè? Ja, er staat record. Oké. Okay. Oh, gelukkig. Nou, even een duimpje van de queen en dan zien we jullie straks bij de voetbal. We zijn helemaal ready om de voetbal te supporten. We zijn echt een nationalisten. Woo. Go NL, hop hop. I love my language, country. We zijn de Orange Army. Ik heb een hele leuke oranje top aan van Anne. Anne heeft ook oranje top. Je hebt ook oranje. Zij heeft oranje rood. Maar zij heeft rood. Anne is blauw. Oranje. Ik ja, jij Anne rood. Ja, is de best. Gekleed. Maar jij hebt wel rood weer blauw. Dus ik wel echt leuk. Ja, zij is al bezig. Maar zij houdt gewoon van ons land. Dus ze komt voor ons land op. Ja, we zitten. Ik moet even mijn hoofdstuk aflezen. Kijk, lekker eten. Lekker voetbal. Lekker aperolletje. Nou, we zijn helemaal uit. Nou jongens, we zijn zo bij zo'n leuke tent. Het heet Kavo. We hebben lekker sushi. En we hebben lekker stukje vlees. Helemaal mooie view. Echt geweldig. Bedoel je ons? Ja, jullie. Jullie natuurlijk.